Kamperen is een vorm van openluchtrecreatie waarbij men in de tent of caravan op een buitenterrein verblijft. Maar tijden veranderen en dus ook het kamperen verandert. De bezoeker wil graag meer luxe en hier springt de verhuurder op in door bijvoorbeeld het aanbieden van de glamping lodge. Ik neem jullie mee naar binnen. Hier zijn we in de glampingtent. Dit is de woonkamer met de centrale verwarming. Daar is een radiator en alle slaapkamers, zodat het in elke ruimte lekker warm is. Ja, ik zie hier ook een televisie zelfs, klopt dat? Ja, er zit gewoon een televisie in. Het is van alle gemakken voorzien. De badkamer. Hier is de keuken, compleet met magnetron, koelkast, vaatwasser. Een slaapkamer met twee losse bedden. En de master bedroom. Ja, dit is hoe de gast tegenwoordig wil glamperen, hè, in een glamping lodge bij ons. Een volledig uitgeruste tent. Wat is het verschil met een huisje, zou ik eigenlijk zeggen? Ja, het is een tentendoek aan de zijkant. Maar voor de rest is het eigenlijk, de inrichting is gewoon een huisje eigenlijk. Ja, dat is precies dat. Maar door natuurlijk het uiterlijk en de bouw als een tent, heeft het wel die charme. Hè? Dus als het eens een keer regent of je bent wel nog steeds in de natuur. Ja, we hebben zelf ook uiteraard een nachtje proef geslapen samen met onze kinderen. En het is toch, wat dat betreft, is het gewoon nog steeds kamperen. Wat de markt heeft gezien is dat het echt het kamperen in een tent toch... één bepaalde doelgroep heeft en dat de stap naar bijvoorbeeld een huisje of zelfs een hotel, daartussenin zat eigenlijk nooit iets. En dit is denk ik de accommodatie die dat opvult. Maar zou je het wel eens een keer zitten om in zo'n grote tent te kamperen of niet? Ja, dat zou een keer kunnen, maar mij bevalt dit gewoon. U bevalt gewoon back to basics eigenlijk back to een beetje? Basic, ja, even terug water halen, even naar het toilet lopen, de afwas even... Dus even anders dan thuis. En ik denk dat we hebben twee kleine kinderen. Ik denk dat het voor hen ook gewoon goed is. Dus... We hebben niet zo'n enorme glamping toestanden, zeg maar, in deze tent. Zou je willen zoiets in de tent? Of zegt u van, ik zie liever zoiets als dit? Nou, als ik heel eerlijk ben, ben ik wel degene die van de glamping houdt. En mijn vriendin wel meer van dit soort kamperen. Maar ik moet zeggen, het went best wel snel eigenlijk. Is dit de toekomst of blijft gewoon de kamperen blijft ook nog een tijdje? Ja, ik denk dat dit een mooie aanvulling is. Het vult een gat op tussen het kamperen en in een huisje verblijven. Maar het daadwerkelijk kamperen, ja, ook dat is nog steeds, daar is nog steeds enorm veel vraag naar.